naam van Gezinsbond Veerle mag ik jullie allen van harte welkom heten op onze feestzitting hier in de zaal naar aanleiding van ons 100-jarige verjaardag van deze plaatselijke vereniging. Het is een bijzonder genoegen dat we die 100ste verjaardag dus uitgerekend hier met jullie van ieder van jullie mogen vieren. Ieder van ons is op een speciale wijze met onze afdeling wel verbonden. Met dat foto- en videomateriaal heb ik een compilatie gemonteerd dat een beeld moet geven over het rijk gevuld leven van onze eeuweling. Het is een montage die we 10 jaar geleden ook al toonden, maar waar dat we dan de beelden van de voorbije 10 jaar hebben aan toegevoegd. En 40 jaar geleden, toen de Bond 60 jaar bestond, was hij er weer, Clément Dupré. We hebben toen uren aan zijn lippen gehangen. Hij kwam toen uit de Verenigde Staten. Hij vertelde over zijn 2 zonen daar, over zijn weliswaar gescheiden Zweedse schoondochter. En ik ben eigenlijk zeer blij dat ik vandaag nog eens mag vertellen in de aanwezigheid van de oudste dochter van Jos Dupré. Dat er in vele, nog in de meeste andere dorpen van de Kempen, nooit iemand zoveel inspanningen heeft gedaan om cultuur bij iedereen te brengen als Staf Peters. En ik vrees dat hij vanuit de gemeenschap... daar soms onvoldoende heeft voor teruggekregen. Heeft de Bond niet alleen in leven gehouden, maar heeft er ook een juweel van gemaakt. Mensen van het kaliber Staf Peters, Lokske zeiden wij soms, zijn er in Veerle niet heel veel geweest. En de Bond zei in die periode nog meer geluk hebben. Want op 29 september 1977 zien wij in het verslag van Staf Peters voor het eerst een nieuwe naam verschijnen. Herman Vervloed, een jongeman. Ik durf niet zeggen een ventje dat op zijn strepen stond, maar zo was het. Dus na iets meer dan 3 jaren na datum geeft voorzitter Frans Helsen zijn ontslag om plaats te maken voor jong aanstormend talent. En dat is dan Herman Vervloed, wordt voorzitter. En hij zal dat zeer, zeer lang blijven. Ik zou bijna zeggen tot onlangs. In het boek lezen wij hoe Herman ook vrij snel in het nationale hoofdbestuur van de Bond zetelt. Hoe hij belangrijke afdelingen van die Bond in Brussel gaat leiden. En hoe de vereniging zich hier in Veerle uitdijnt. Na het werkelijk verdwijnen van secretaris Mertens van de Heggen wordt Mia van Hirtum secretaris. Zij is de echtgenote van de andere François Mertens van de Heide en zij zorgt er ook voor dat er in de volgende jaren schriftelijk verslag wordt gemaakt van de bondsarchieven. Alle verslagen die gemaakt werden heeft zij ook digitaal bewaard en dit vanaf 9 februari van het jaar 2000. En van Mia moeten wij zeggen dat de verslagen werden gemaakt niet door haar, maar onder het secretariaat van puntjes, puntjes, omdat op haar vraag Leen van der Zanden en Maria Simkes ook vaak de teksten van de verslagen maakten. Op 23 oktober 2003 draagt Mia van Hirtum haar secretarisfunctie over en nog enkele jaren lang werden er verslagen van vergaderingen digitaal bewaard, maar zeker niet allemaal. Toch zijn er voldoende bewaard om het reilen en zeilen van de vereniging te volgen. Misschien niet tot in alle details, maar toch voldoende. Deze situatie, niet alles, maar voldoende, verandert weer vanaf 2012. Dan is Armand van der Borre secretaris geworden. En hij maakt van dat secretariaat bijna zijn beroep, of eigenlijk, hij maakt er helemaal zijn beroep van. Hij maakt de verslagen van het bestuur zelf, ook het jaarverslag. Hij volgt de correcte inning van subsidies nog. Hij legde vast en bestelde, en dat allemaal tot zijn plots overlijden in 2023. Zijn verslagen waren en zijn steeds heel zorgvuldig en perfect bewaard en gerangschikt. De bestuursvergaderingen vonden vaak bij hem plaats in levensruimte, enkele tientallen meter over de Veerles-Averbootse grens. En hem moeten wij dankbaar zijn voor het laatste deel van deze geschiedenis. Dames en heren, goede vrienden, ik heb heel graag via een boek aan deze 100-jarige viering van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen meegewerkt. En dat de koninklijke drukkerij De Jong uit Baarle-Nassau dit via een zeer grote inspanning heeft mogelijk gemaakt, heeft mij persoonlijk ook heel veel plezier gedaan. Net zoals uw volgehouden aandacht. Heel veel dank daarvoor. Ja.
Als gemeentebestuur proberen wij dan ook al onze verenigingen financieel, logistiek en materieel te ondersteunen. En ik hoop dat de Gezinsbond van Veerle dat ook op die manier ervaart. Omdat, zoals ik al zei, dat toch wel de verbinding is waar we de volgende jaren ook heel sterk willen op blijven inzetten. Maar daarnaast heeft de Gezinsbond ook heel veel belangen behartigd. We hebben dat net al gezien in het filmpje dat begin vorige eeuw was, vooral op nationaal niveau. We zien dat ook op lokaal niveau, dat toch heel wel dingen zijn waar we in dialoog met de Gezinsbond over gaan. En dat gaat over heel veel verschillende thema's. Vandaar ook de afvaardiging van de gemeenteraad en het Schepencollege die hierbij aanwezig zijn, omdat ze jullie als gesprekspartner al heel vaak ervaren hebben. Dus daar denk ik dat jullie moeten blijven op inzetten om ons daar ook scherp te houden als beleidsmakers. Hè. Dus ik was heel erg onder de indruk van wat ik hier aan rijke geschiedenisarchieven heb gezien, zowel audiovisueel als geschreven. Dus ik zou zeggen, blijf dat doen. We wensen jullie er nog eens extra 100 jaar bij. En dan hopen wij dat wij ook ooit ergens op beeld komen. Hè? En dan een dikke proficiat vanwege het gemeentebestuur aan iedereen die daartoe heeft bijgedragen. Dank u wel. Opnieuw, het is dankzij het degelijke werk van de studiedienst, maar ook dankzij onze open, pluralistische houding, onafhankelijke houding van Gezinsbond, maar vooral dankzij de kracht van 130.000 ledengezinnen, van 9.500 actieve vrijwilligers in Vlaanderen, dat we kunnen wegen op het beleid. Beste vrienden, Gezinsbond heeft niet alleen een rijk verleden, dat hebben we gezien, Ludo en Herman, en gehoord, maar ook een mooie toekomst. Daar moeten we samen aan bouwen. Voldoende ledenaantallen, voldoende vrijwilligers gaan hand in hand met een professionele ondersteuning vanuit de hoofdzetel. Alleen zo kunnen we impact hebben en de samenleving mee vorm blijven geven. Ik doe dan ook graag een oproep om het verhaal van Gezinsbond verder mee uit te dragen bij familie, bij vrienden, bij kennissen. En tot slot wil ik van deze viering gebruik maken om jullie allemaal uit de grond van mijn hart, als vrijwilligers, als leden en als sympathisanten van Gezinsbond, te danken voor jullie engagement. En zoals Herman dat ook zei, niet 100 maal, maar 1000 maal bedankt. En dan gaan we zelfs klinken.